dat is de reden waarom wij de handschoen opgenomen hebben als enige van de progressieve partijen. Om naast zoveel rechtsgeweld een duidelijk, berekend, concreet begrotingsplan te zetten. Een plan dat slim investeert, rechtvaardig bespaart. Een plan dat de uitkeringen tot aan de Europese armoedegrens optrekt. Een plan dat iedereen op billijke wijze belastingen doet betalen. Een plan dat tegelijkertijd de economie stimuleert en duurzamer maakt. Een plan dat berust op een visie op de economie van morgen, maar een plan dat vandaag kan ingevoerd worden. En zo is het. En zo komen wij met maatregelen voor meer jobs, voor jobs die hier blijven, die duurzaam zijn, die onze economie vergroenen. Jobs in de hernieuwbare energie, in de bouw, in de uitbouw van de milieuvriendelijke mobiliteit, in de toekomstgerichte industrie en zeker ook in de zorg. Het is hoog tijd voor een duurzame economie en nieuwe jobs. Beste mensen, na 13 juni zal er opnieuw een regering moeten gevormd worden. Zo gaat dat nu eenmaal na verkiezingen. Met de peilingen die voorliggen is N-VA aanzet. Nu, een coalitie met N-VA is niet zo'n nieuwigheid. Vraag maar aan Philippe Pathé en de rest van onze Vlaamse fractie, die ondervinden dat